Hoi, welkom bij deze online graffiti workshop. Mijn naam is Jeroen en ik ga in 4 korte filmpjes uitleggen hoe je het beste graffiti kunt maken. Vorige week heb ik je laten zien hoe je het beste een graffiti schets kunt ontwerpen. Vandaag gaan we verder met deze schets en gaan we eigenlijk kijken hoe je dit het beste kunt inkleuren. Heb je het filmpje van vorige week niet gezien? Klik dan even in de link hieronder en dan kun je hem terugkijken. Let's go! Vandaag gaan we aan de slag met het inkleuren van je schets. Wij als graffiti-artiesten noemen dat de filling van je graffiti. Voordat we aan de slag gaan zijn een aantal dingen belangrijk. Je schets. Vorige week hebben we je schets gemaakt. Het is dus belangrijk dat je diezelfde schets voor je hebt liggen. Daarnaast is het heel erg belangrijk om na te denken over je kleur. Je zou denken dat dat minder belangrijk is als de stijl van je letters, maar kleur is eigenlijk alleszeggend en allesbepalend in je graffiti-kunstwerkje. We gaan natuurlijk inkleuren met stift of potlood. Je kunt moeilijker over elkaar heen werken met stift of potlood dan met een echte spuitbus. Dus het is heel erg belangrijk om van tevoren goed na te denken. Wat ga ik doen met mijn stiften? En hoe ga ik mijn letters inkleuren en een filling geven? Allereerst ga ik mijn eigen kleuren bepalen. Vandaag ga ik dus kiezen voor een aantal paars en roze tinten om mijn letters in te kleuren. De achtergrond ga ik doen met een mooie turquoise groen. Een outline geef ik de kleur zwart en een second outline doe ik geel. Ik ga tijdens dat ik bezig ben vertellen wat ik ga doen en wat het precies is. Denk daarom even goed na over je kleuren. Als je dat gedaan hebt, kunnen we aan de slag gaan. Allereerst ga ik mijn letters inkleuren. Je zou eventueel kunnen kiezen om je achtergrond eerst in te kleuren, maar laten we vandaag kiezen om eerst je letters in te kleuren, daarna je achtergrond en hem daarna af te werken met een mooie outline en second outline. Goed, de filling. Wat ga ik doen? Ik pak de licht roze. Daar ga ik mee beginnen vandaag. En ik ga eens even kijken. Ik maak een mooie bubbellijn in het midden van mijn letters. Heel simpel. Een soort scheidingslijn in het midden van je graffiti piece. Daarna ga ik de bovenkant inkleuren met dezelfde kleur. Zorg er natuurlijk voor dat je probeert binnen de lijntjes te blijven. Als we dadelijk met een echte spuitbus aan de slag gaan, is het allemaal iets makkelijker te corrigeren omdat je over elkaar heen kunt gaan. Maar met stift is dat iets lastiger. Zie je het eigenlijk nu als een soort van kleurplaat. Probeer binnen de lijntjes te blijven. Probeer hem zo netjes mogelijk in te kleuren. Dit is eigenlijk de basis van het inkleuren. Je geeft je letters eerst verschillende kleuren. Het kan zijn 1 kleur, 2 kleur. Zoals ik al zei, is kleur heel erg belangrijk bij graffiti. Dus gebruik altijd zoveel mogelijk kleurtjes, zou ik zeggen. Maar denk altijd wel na over de kleurstelling. Je hebt een aantal kleuren die niet zo mooi zijn bij elkaar. Dus denk daar dan ook eventjes over na. Probeer hem zo netjes mogelijk in te kleuren. En zoals je ziet heb ik nu de bovenkant van mijn letters een mooie rood-roze tint gegeven. Wat ga ik daarna doen? Nu ga ik exact hetzelfde doen, alleen met de onderkant. En dan kies ik voor een mooie paarse tint. Dan doe ik eigenlijk weer precies hetzelfde. Ik ga eerst over de lijntjes heen als het ware, een soort kleurplaat. Waarna ik hem daarna weer netjes ga inkleuren. Probeer zo min mogelijk over die andere rood heen te gaan, want je ziet het. Met stift is dat heel lastig te corrigeren. Ik doe het natuurlijk nu ietsjes sneller. Maar zorg er thuis voor dat je je letters gewoon heel netjes en heel rustig en strak inkleurt. Dit zorgt wel voor het mooiste eindresultaat.
Goed, als ik dat gedaan heb, heb ik eigenlijk de basis van mijn filling staan. Zoals je ziet zijn alle letters ingekleurd en kan ik nu nog wat effectjes toe gaan voegen als ik dat wil. Wat ga ik doen? Ik pak eigenlijk dezelfde kleur paars en ga aan de bovenkant heel simpel wat balletjes toevoegen. Het moet wel kunnen met de stiften die je hebt. Het kan zijn dat het wat lastiger gaat. Mocht het wel lukken, is het wel heel tof om te doen. Lukt dat niet, dan kun je je letters natuurlijk ook gewoon zo laten. Het gaat er gewoon om dat je het een beetje oefent en vooral weet waar je mee bezig bent. Goed, als ik dat gedaan heb, kies ik ervoor om de achtergrond een kleur te geven. In dit geval geef ik dat een mooie groen tint. Probeer weer netjes met lijntjes van mijn letters te gaan, zodat ik niet met het groen in mijn letters kom. Nogmaals, je kan het zo gek maken als dat je zelf wil. Zoals ik in het vorige filmpje al zei, niks is eigenlijk fout. Alleen maak ik het met mezelf niet te ingewikkeld vandaag. Maar als je zou willen, zou je hier natuurlijk heel de dag de tijd voor kunnen nemen. En er zo mooi mogelijk een gekke filling te maken. Met heel veel detail erin. Maar het gaat er vooral even om dat je nu oefent en weet wat je aan het doen bent. Zo, nu heb ik achter mijn letters allemaal ingekleurd. Zorg ervoor dat je tussen je letters niet vergeet wat ook een kleurtje moet krijgen. Kijk wel uit voor je schaduw of je 3D, want je werkt natuurlijk met schaduw of 3D. Dus zorg ervoor dat je niet alles groen maakt tussen je letters. Denk daar eventjes over na. Daarna ga ik nog wat balletjes toevoegen om mijn achtergrond iets meer body te geven. Zo zie je eigenlijk een mooie achtergrond achter mijn graffiti kunstwerkje. Wat ga ik daarna doen? Allereerst ga ik even goed voor mezelf na, ben ik tevreden? Klopt het allemaal wat ik gedaan heb? Wil ik er nog iets aan toevoegen? In dit geval ga ik dat niet doen, anders kan ik heel de dag wel bezig blijven. Maar zoals ik al zei, je kan het zo gek maken als dat je zelf wil. En ga er vooral mee experimenteren, ga er vooral mee aan de slag. Wat ga je daarna doen? Daarna gaan we eigenlijk zorgen voor de zogeheten outline. Een outline vind ik persoonlijk heel erg belangrijk. Omdat 1, het zorgt ervoor dat je letters weer zichtbaar worden. Zeker als je dadelijk werkt met echte graffiti, zal je zien dat het één grote kleurenveld wordt. En naarmate je je outline toe gaat voegen, wordt eigenlijk alles langzaam weer zichtbaar. Tevens is de outline wel iets wat je graffiti maakt. Hoe mooier je outline, hoe strakker je outline, hoe meer body je letters krijgen en hoe strakker je graffiti kunstwerkje er dan ook daadwerkelijk uitziet. Van tevoren is het wel belangrijk, vooral als we dadelijk echt aan de slag gaan, om na te denken over de kleur van je outline. In dit geval kies ik zwart. Zwart is natuurlijk het meest voorkomende, ook wel het meest simpele, maar het is wel altijd goed. Heb je nou veel lichte kleuren gebruikt in je graffiti schets, zorg er dan voor dat je bijvoorbeeld een donkere outline kleur pakt. Werk je met heel veel donkere kleuren in je schets, kies dan voor een wat lichtere outline, bijvoorbeeld wit. Denk daar van tevoren wel eventjes goed over na. Ik kies voor de kleur zwart, omdat dat bij deze kleuren het makkelijkste past. En ga daarna eigenlijk de buitenlijnen van mijn graffiti kunstwerkje weer zichtbaar maken. Let wel even op de hulplijntjes, ik weet niet of je die inmiddels nog ziet. Maar zorg er wel voor dat je die natuurlijk niet meepakt. Die zijn er natuurlijk alleen voor hulp en anders kun je die dadelijk niet meer weghalen. Een leuk effectje die ik nu toevoeg, heel simpel maar wel tof, is dat ik niet overal mijn outline doortrek. Dus ik laat wat ruimtes tussen mijn letters. Dat zorgt eigenlijk voor nog meer samenhang in mijn graffiti schets. En zo ga ik heel netjes en rustig mijn outline op mijn blaadje maken. Kijk er wel uit dat je natuurlijk weer niet over de natte stift heen gaat. Vergeet dat ook niet. Anders heb je dadelijk allemaal zwarte vegen op je blaadje. Zorg er wel voor dat het allemaal goed droog is. Hier nog een lijntje. Nogmaals, hier kun je natuurlijk ook ruim de tijd voor nemen. Ik doe het allemaal ietsje sneller, zodat ik
groep kan laten zien wat de bedoeling is. Maar dit kun je natuurlijk na het filmpje zelf rustig en op je gemak doen. Zorg ervoor dat je je 3D-lijnen niet vergeet of je schaduw. Ik weet niet waarvoor je gekozen hebt, maar dat is wel heel erg belangrijk. Let er vooral ook op dat je uitkijkt met de stift waarmee je werkt, dat je niet hard drukt. Zoals je nu een klein beetje ziet, ik maak natuurlijk een klein beetje vaart. Zorg ervoor dat je gewoon netjes en rustig kleur daarna je schaduw mooi in. In dit geval doe ik het met dezelfde kleur als je outline. Je kan ervoor kiezen om dat met een andere kleur te doen. Neem tussendoor even goed de tijd om je letters te laten drogen, waar je net geweest bent. Het is heel erg belangrijk om een mooi eindresultaat te krijgen. Ik doe het eventjes een beetje sneller. Goed, wat daarna altijd heel goed werkt is, neem even voor jezelf een momentje om even te kijken, goed, klopt het allemaal wat ik gedaan heb? Zoals je ziet ben ik hier nu een stukje groen vergeten op mijn schets. Nou, kleur dat daarna gewoon nog eventjes rustig in. Neem gewoon even de tijd voor jezelf of je tevreden bent met je schets. Ik zeg dat altijd omdat het is dadelijk de basis voor je echte graffiti kunstwerkje op de muur. En als je schets helemaal klopt, dan weet je zeker dat je dadelijk zo min mogelijk fouten maakt. Als je dadelijk tevreden bent, kies je nog een mooie second outline. Een second outline is eigenlijk een andere kleur lijn, andere kleur stift die je nog niet gebruikt hebt. En die gooi je eigenlijk om je letters heen, zodat je nog meer body krijgt naast je letters. En er eigenlijk voor zorgt dat je letters loskomen van de muur. Dit kun je vast doen aan je letters of los. Ik doe het eventjes los, omdat dat eigenlijk de stijl is die ik vaak hanteer. Maar experimenteer daar ook vooral mee. Hè. Kijk vooral wat je tof vindt om te doen. En kijk gewoon vooral, past het bij het steltje wat ik nu aan het maken ben. Zorg er wel voor dat je letters goed droog zijn. Bij mij is dat nog niet helemaal het geval. Waardoor ik wat lastiger nu een lijn eromheen kan zetten. Hier kun je ook nog wat effectjes aan toevoegen. Ik gooi er wat streepjes bij. Hier en daar wat stipjes. Een zak druppeltje die ik laat zakken. En hier kun je allemaal zelf mee experimenteren. Goed! Zoals je ziet heb ik nu eigenlijk mijn hele graffiti kunstwerkje of schets ingekleurd en afgewerkt met echte kleuren. En is dit eigenlijk de basis voor mijn echte graffiti kunstwerkje dadelijk op de muur. Nogmaals, zorg ervoor dat je letters goed droog zijn als je verder gaat. Neem vooral de tijd. Ga gewoon even kijken naar wat past het beste bij mijn stijl. Hoe kan ik het beste mijn letters afwerken en uitwerken. Maar zorg er wel voor dat het past bij het steltje wat je hanteert. In het volgende filmpje gaan we wat meer kijken naar de echte spuittechnieken. Ik ga je laten zien hoe je aan de slag kunt gaan met een spuitbus en de verschillende technieken daarbij. Wat heb je daar nou eigenlijk voor nodig? Heel erg belangrijk natuurlijk, ik zal het er even bij pakken, 3 spuitbussen. Ik zeg altijd 3 kleuren is belangrijk, waardoor 1 outline kleur, in dit geval zwart, dat is wel handig, zodat je die oefeningen ook goed kunt uitvoeren. Misschien een mondkapje voor jezelf, wat handschoenen, maar heel erg belangrijk oude kleren. Graffiti gaat niet meer uit je kleren, dus zorg er echt voor dat je oude kleren aan hebt, zodat mochten je kleren vies worden, dat geen probleem is. Tevens heb je een goed werkvlak nodig.
Er komt gemiddeld een spuitkepje geeft ongeveer een centimeter dikte qua verf op de muur. Dus je hebt toch echt wel een werkvlak nodig van ongeveer 100 bij 100 centimeter. En het maakt eigenlijk niet uit wat het is. Dat kan zijn een muur, een stuk oud karton, een oud schilderij of een canvasdoek. Maar zorg er wel voor dat je echt een beetje de ruimte hebt om deze oefeningen ook uit te kunnen voeren. Ook wil ik erbij zeggen dat ben je een jonge kijker, is het wel belangrijk dat tenminste een van je ouders of een begeleider erbij is. Zodat hij toch even mee kunt kijken wat je aan het doen bent met echte verf. Dat is wel belangrijk. Vond je dit een leuke en leerzame video? Vergeet hem dan niet te liken en te abonneren op ons YouTube kanaal. Verder zijn wij als Graffiti Netwerk heel erg benieuwd wat jij thuis gemaakt hebt. Ben je er trots op? Stuur ons even een berichtje of zet hem op je eigen social media en vergeet ons dan vooral niet te taggen. Heel erg bedankt voor het kijken, succes nog met oefenen en tot de volgende keer.